Goedenavond iedereen. We zullen opnieuw starten met een gebed, ons aangereikt door iemand van een leesgroep. Laten we samen bidden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Goede God, geef ons uw kracht om te leven en te werken voor uw kerk en voor uw rijk. Geef ons uw kracht om te vertellen en te spreken over uw liefde voor altijd. Geef ons uw kracht om het stil te maken en te luisteren naar de vragen van de mensen, naar de pijn ook van wie lijdt. Geef ons uw kracht om aan anderen te tonen dat Gij, God, een God van mensen zijt. Amen. Beste deelnemers aan de schat. Hopelijk hebben jullie de code kunnen kraken en het geheimschrift kunnen ontdekken. Welke zin zochten we? Voor u in de eerste plaats heeft God zijn dienaar doen opstaan en hem gezonden die u zegen schenkt. Een vers dat komt uit het derde hoofdstuk van Handelingen, Handelingen 3, 26. Een vraag hebben jullie ook gevonden hoe dit geheimschrift werd samengesteld? Ik eerlijk gezegd niet. Maar ze zeggen hier dat alles begint met hoofdstuk 3. We starten dus met een vers uit hoofdstuk 3 en blijkbaar start het geheimschrift alfabet van deze week ook met het cijfer 3. En dan is het eenvoudig. Het cijfer 3 staat voor de letter A, het cijfer 4 voor de letter B, het cijfer 5 voor de letter C. En zo ga je maar door. Het vers dat deze week centraal staat, komt uit een toespraak, een redevoering van Petrus. Petrus en Johannes hebben een verlamde man opgeroepen om op te staan. Op te staan in de naam van Jezus Christus. Gebruik je voeten, zei Petrus. In vers 10 lezen we dat alle omstaanders buiten zichzelf waren van verbazing. Buiten zichzelf van verbazing. Ze hadden iets bijzonders meegemaakt. Ze waren geraakt, getriggerd, zouden we zeggen, door het gebeuren. Petrus speelt in op die sterke emoties die de omstaanders beleefden. En hij houdt een toespraak. Ik stel voor dat we even luisteren naar die toespraak, naar wat Petrus daar te zeggen heeft. Ik zal uit hoofdstuk 3 van Handelingen de versen 11 tot 26 voorlezen. Terwijl hij zich aan Petrus en Johannes vastklampte, liep al het volk verbaasd rond hen te hoop in de zuilengang van Salomo. Toen Petrus dit zag, richtte hij het woord tot het volk. Mannen van Israël, waarom verwondert gij u toch hierover? En waarom staart gij ons aan, als hadden wij uit eigen kracht of vroomheid bewerkt, dat deze man loopt? De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en voor Pilatus verloochend, ofschoon deze van oordeel was hem in vrijheid te moeten stellen. Maar gij hebt de heilige en gerechte verloochend en als gunst de vrijlating van een moordenaar gevraagd. De leidsman ten leven daarentegen hebt gij gedood. God heeft hem evenwel uit de doden doen opstaan. Daarvan zijn wij getuigen. Omwille van het geloof in zijn naam, heeft zijn naam deze man die gij ziet en kent weer kracht gegeven. Het geloof door hem verleend, heeft de man deze gaafheid van leden geschonken ten aanschouwen van u allen. Maar ik weet, broeders, dat gij in onwetendheid gehandeld hebt, evenals uw overheden. Maar wat God tevoren had aangekondigd bij monden van alle profeten, dat zijn Messias zou sterven, heeft hij zo in vervulling doen gaan. Bekeer u dus
en hebt berouw, opdat uw zonden worden uitgewist, en er van de Heer uit tijden van verkwikking mogen komen, en Hij u Jezus zende, die voor u als Messias was voorbestemd. De hemel moest hem opnemen tot de tijd van het herstel van alle dingen, waarover God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten, sinds oude tijden. Mozes toch heeft gezegd, een profeet zoals ik zal de Heer onze God voor u doen opstaan uit uw broeders. Naar hem moet gij luisteren in alles wat hij tot u zeggen zal. En ieder die niet naar die profeet luistert, zal uit het volk worden uitgeroeid. En alle profeten, allen die van Samuel en zijn opvolgers gesproken hebben, hebben ook deze dagen voorspeld. Gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaderen gesloten heeft, toen hij tot Abraham zei, in uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Voor u in de eerste plaats heeft God zijn dienaar doen opstaan en hem gezonden die u zegen schenkt als ieder van u zich van zijn boosheid bekeert. Dat is het stuk dat ik wilde voorlezen, die toespraak van Petrus nadat hij de verlamde man genezen heeft. Ik wil het laatste vers nog eens herhalen. Voor u in de eerste plaats heeft God zijn dienaar doen opstaan en hem gezonden die u zegen schenkt. God heeft de Heer Jezus doen opstaan en hem tot ons gezonden om ons zegen te schenken. Zegen. Je zou je kunnen afvragen, ervaar jij soms iets van die zegen? Of waar heb jij in jouw leven of samenleven die zegen van God al eens ervaren? Als ik op mijn eigen leven terugdenk, dan moet ik zeggen, ik heb die zegen van God al een paar keer mogen ervaren. In kleine, in grotere momenten, in sterke of in gewone momenten. Ik heb die zegen van God eens ervaren als kind, toen ik een heel zwaar ongeval toch heb overleefd en genezen ben. Ik heb toen als kind gedacht, dank je wel God voor die gave. Ik heb dat ook ervaren bij mijn eerste communie en mijn vormsel. De catechese die we kregen en het moment zelf. Iets van die gevoelens van toen, die draag ik nu nog mee. En ik bid nog tot God, dank je wel, dat ik als kind die genade heb mogen ervaren. Er zijn ook opdrachten die ik als priester heb gekregen, waarvan ik moet zeggen, het was een zegen, een gave, dat ik dat heb mogen doen. Ik heb er wellicht meer van teruggekregen dan wat ik er heb ingestoken. De jaren dat ik heb mogen lesgeven aan kandidaatpriesters, dat was een zegen om met hun ervaring, met hun zoektocht, met hun beslissingen, groei naar beslissing, te mogen onderweg gaan. Het was telkens voor mij meer iets dat ik kreeg dan wat ik mocht doen. Werken in de Wereldkerk in Rome voor de eenheid onder de christenen en zoveel christenen uit andere kerken mogen ontmoeten. Zoveel christenen het ook uit landen en regio's die het heel veel moeilijker hebben dan wij. En toch hun kracht, hun volhouding mogen ervaren. Daar heb ik meer kracht van teruggekregen dan ik er ooit heb kunnen insteken. Dat zijn zegeningen, dat zijn genaden van God. Evengoed als een ontmoeting bij iemand thuis. Ik herinner mij een huisbezoek. Een man die zijn werk voortijdig had beëindigd, voortijdig op pensioen was gegaan, om thuis voor zijn vrouw te kunnen zorgen met een spierziekte, waardoor haar lichaam langzamerhand achteruit ging. Zoiets mogen zien, dat is een zegen. Bij die toespraak van Petrus wil ik graag nog een paar woorden zeggen, een paar woorden duiding. Eerst en vooral eentje dat een beetje leuk is. Iemand vroeg mij, waar blijven de vrouwen in de tekst? Petrus begint zijn toespraak tot het volk met deze woorden. Mannen van Israël, waarom verwondert gij u toch hierover?
mannen van Israël, waar blijven de vrouwen? En ik heb aan die persoon geantwoord, ja maar, Petrus die spreekt met een licht Antwerps accent. Uitgerekend in Antwerpen mag je ook tot een groep meisjes voor de klas zeggen, mannen, aandacht alsjeblieft. Ik had dat als West-Vlaming nog nooit meegemaakt, hier in Antwerpen voor de eerste keer, dat je een groep met meisjes in, of zelfs een groep meisjes mag aanspreken met mannen, daar gaan we dan. Dit is geen echte exegese, maar leuk om mee te beginnen. Mannen van Israël op zijn Antwerps. Goed, de omstaanders zijn verbaasd, positief verbaasd, dat die apostelen, die ze niet hoog inschatten, en zeker al niet die leerlingen van Jezus, dat die tot zulke wondere daden, het doen rechtstaan van een verlamde, in staat zijn. Maar dan komt het eigenlijke betoog. Zij denken, wat voor een straffe jongens moeten dat zijn, Petrus en Johannes, dat zij tot zoiets in staat zijn. En dat is het eerste wat Petrus moet weerleggen. Het zijn niet wij die daartoe in staat zijn. Nee, het is niet uit onze eigen kracht of vroomheid dat we dat bewerken, maar het is in de naam van Jezus Christus. In vers 12 zegt Paulus al, mannen, waarom staat gij verwonderd? Als hadden wij uit eigen kracht of vroomheid bewerkt dat deze man loopt. Nee, uit onszelf kunnen wij dat niet. Petrus zet niet hem, zichzelf en Johannes centraal. De kracht komt van ergens anders, uit de naam van Jezus Christus. Zoals hij het ook zegde op het moment zelf in de naam van Jezus Christus de Nazoreër, gebruik je voeten. In de naam van Jezus Christus. En er komen meteen ook meerdere namen. Petrus gaat verder en zegt, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt. Petrus zet Jezus in die lijn van Abraham, Isaac, Jacob, de vaderen, de anderen en Jezus. Hij behoort samen met die grote namen tot de reeks personen door wie God geschiedenis heeft geschreven met zijn volk. Door wie God zijn volk heeft geleid van een uithoek naar het beloofde land. Geleid uit de ballingschap in Egypte opnieuw naar het beloofde land. Uit de ballingschap in Babylonië opnieuw naar hun thuisland. In de naam van Jezus, hij doet het. Een verlamde. Een verlamde, komt dat veel voor? Gelukkig niet. Hoeveel keer komen wij bij een verlamde mens? Ze zijn er. Ze zijn er in een ziekenhuis, ze liggen thuis. Er zijn mensen in een rolwagen. Maar het is een beetje te gemakkelijk om te zeggen, die verlamde, dat gaat over een ander. Dat verhaal kan niet gaan over mij. Die omstanders, dat zijn standers, die staan recht. Die omstanders. En die zouden kunnen denken, de verlamming, dat gaat niet over ons, want wij staan er. En daarom ook dat Petrus in zijn toespraak een paar keer verschuift van verlamming naar zonde. Opstaan uit je verlamming naar opstaan uit de zonde. En dan komt het verhaal eigenlijk al een stuk naderbij. Waarop moeten wij opstaan? Waarom moet ik die wel kan stappen opstaan? Dan kom je bij de zwakheid, de broosheid in ons leven. Het goede dat we willen doen, dat we toch niet doen. En het goede dat we hadden willen vermijden, dat we toch gedaan hebben. Dat die omgang met broosheid, met kwaad en zonde. Trouwens, op dat punt zit er in de tekst nog iets heel merkwaardig. Petrus, wanneer hij zich richt tot de Joden, zegt in vers 14 het volgende. Maar gij hebt de heilige en gerechte, Jezus dus, verloochend en als gunst de vrijlating van een moordenaar gevraagd. Petrus zegt, ja maar jullie hebben Jezus verloochend. Maar wie heeft Jezus al niet verloochend in dat ultieme moment van zijn lijden en sterven?
Petrus behoorde ook tot degenen die Jezus toen verloochend hebben. Zo verschillend van die andere Joden tot wie hij zich richt, was Petrus niet. Juist niet op dat punt van de verloochening. Maar wat heeft Petrus mogen meemaken? Dat als je voorbij die verloochening opnieuw Jezus ziet passeren en hem in de ogen kunt kijken, en vooral nog straffer dat Jezus jou in de ogen kijkt, dat dat kwaad, dat die zwakte, die verloochening weg is. En dat er een nieuw verhaal kan beginnen. Opstanding voorbij de verloochening. Opstanding voorbij dat zwakke moment dat ook Petrus heeft meegemaakt. Tot slot wil ik nog iets zeggen over de laatste zin uit de toespraak van Petrus. De zin die we hebben met sleutels moeten kraken. Ik lees de zin nog even voor. Voor u in de eerste plaats heeft God zijn dienaar doen opstaan en hem gezonden die u zegen schenkt, als ieder van u zich van zijn boosheid bekeert. Er komt veel samen in die zin. Voor u in de eerste plaats. In de eerste plaats, dat zijn hier de Joodse toehoorders van Petrus. Daarom ook verwijst hij naar Abraham, Isaac en Jacob, naar de aartsvaders en naar de profeten. Het is hun voorgeschiedenis. Jezus is gekomen voor het Joodse volk in de eerste plaats. Want tot dat volk behoorde hij ook. In de eerste plaats wil zeggen dat er nog plaatsen zijn. Dat er nog velen achterkomen. Namelijk al diegenen die niet tot het Joodse volk behoorden. En dat zijn er zodanig veel dat wij er ook toe behoren. Ook wij zijn christen geworden niet vanuit een Joodse achtergrond, maar vanuit een niet-Joodse. Voor ons is dat in de eerste plaats niet meer van tel, zou je kunnen zeggen. Maar wel het voor u. Voor u, zou je kunnen zeggen dan, in de tweede plaats, in de derde plaats, in de twintigste plaats. Wij zitten in de reeks van het voor u. Je zou de zin ook kunnen lezen alsof het echt voor ons, voor mij en voor jou bestemd was. Voor jou heeft God zijn dienaar doen opstaan en hem gezonden die u zegen schenkt. De Heer is voor u en voor mij opgestaan uit de dood. Niet zomaar in het algemeen, niet zomaar als een los gebeuren zonder verbinding. Nee, het was van meet af aan. Voor u, voor mij, dat hij dit heeft gedaan. Geleefd heeft, gestorven is en opgestaan uit de dood. En zo een eerste houding van een christelijk gebed is er altijd een voor van dankbaarheid. Dank je wel, Heer Jezus, dat je dat voor mij, voor ons hebt gedaan. Voor u. Jezus doen opstaan uit de dood. Hij die voor ons een zegen is. En inderdaad niet zomaar gratis. Het laatste woord is, als ieder van u zich van zijn boosheid bekeert. Er zit een opdracht aan vast. Je kan niet blijven zeggen, Jezus is mijn levende Heer, hij is mijn voorbeeld, ik ben dankbaar. Als er niets op volgt van, en daarom wil ik dat mijn leven anders loopt. Daarom wil ik nieuwe kansen geven aan mogelijkheden die mij in mij heb. Laat ik mij door nieuwe vragen aanspreken. Voor u heeft hij zijn dienaar doen opstaan uit de dood. Dank je wel, Heer, dat we dat van Petrus mochten horen en blijven doorgeven. Goede vrienden, zo, dat was het voor vandaag. Of nee, toch nog niet helemaal. Ik mag al een tipje van de sluier oplichten en vertellen uit welk hoofdstuk het vers van volgende week zal komen. Zo kunnen jullie dit weekend al wat voorbereiding doen en dat hoofdstuk al eens doornemen. Volgende week is vicaris Bruno de presentator van dienst. Hij moet samen met jullie een geheimschriftvers ontcijferen dat komt uit het hoofdstuk waarin de kandake een rol speelt. Hebben jullie enig idee in welk hoofdstuk kandake de Kandake voorkomt. Begin maar vast maar te zoeken en te lezen en veel leesplezier.